Het is 1 en 2 weekend. Automobilist schiet via vangrail onder de zijkant van een vrachtwagen en raakt zwaar gewond. Rotterdamse schiet met haar auto uit een flauwe bocht, slaat over de kop en knalt tegen een boom. Ontploffing start van woningbrand. Brandweer zoekt naar bewoners, politie vermoedt brandstichting. Iets te heftige stuurcorrectie eindigt voor echtpaar uit Hierigowaard tegen een boom en in het kanaal. En bij schietpartij in de polder, twee leliestedelingen met schotwonden aan hun benen afgevoerd. Via de 112-meldkamer komt vrijdagavond aan het begin van het weekend het bericht binnen dat er op de A6 tussen Emmeloord en Joure bij de afslag Band een zwaar ongeluk is gebeurd. Een automobilist raakt in de problemen als hij plotseling tegen de middenvangrail knalt en vervolgens onder de zijkant van een vrachtwagen terechtkomt. Onmiddellijk ontstaat er een lange file. Er worden 4 ambulances naar de plek van het ongeval gedirigeerd. De brandweer stuurt een bluswagen en een hulpverleningswagen. Ook komt er een OVDG, een officier van dienst geneeskundig. Hij neemt de leiding over de medische kant van de bevrijding van het slachtoffer. De brandweer spreekt over een gecompliceerde beknelling. De vrachtwagen staat een eindje verderop op de vluchtstrook. De auto heeft flinke schade, maar zit niet onder de oplegger vast. Ambulanceverpleegkundigen en het traumateam werken nauw samen om de lichamelijke conditie van het slachtoffer zo stabiel mogelijk te maken en te houden. Na ruim 2,5 uur is het slachtoffer bevrijd. De 32-jarige man uit Arnhem wordt naar het Sophia ziekenhuis in Zwolle gebracht. Er worden zo'n 30 hulpverleners van politie, brandweer en ambulance ingezet. Wordt ervan verdacht te veel te hebben gedronken. Hij moet in het ziekenhuis een bloedproef ondergaan. Zijn verwondingen vallen mee. Hij heeft de intensive care inmiddels weer verlaten. De vrachtwagenchauffeur is met de schrik vrijgekomen. Vrijdagavond om 9:15 raakt een 19-jarige Rotterdamse in een flauwe bocht de macht over het stuur kwijt. Ze slaat over de kop en komt in de berm tegen een boom tot stilstand. De brandweermensen fixeert de nek van het slachtoffer en praat op de vrouw in. Zijn collega's hebben het dak snel van de auto losgeknipt. Omdat het slachtoffer klaagt over pijn in nek en rug, worden uit voorzorg alle maatregelen in acht genomen.
heeft zojuist een ernstig ongeval plaatsgevonden. Er is hier een auto in een slip geraakt. En die is vervolgens tegen een boom aangebotst. Zijn er slachtoffers bijgevallen? Het is een 19-jarige bestuurster. Die is slachtoffer. En zoals het er nu uitziet is ze lichtgewond geraakt. Dat is dus een meevaller gezien de schade? Ja. Als je de auto ziet en de ravage die het aangericht heeft, dan is dat een wonder dat ze er zo uitgekomen is. Heeft u al enig idee wat de oorzaak van dit ongeval is? Nou, gezien de weersomstandigheden hier op het ogenblik, slecht weer, nat wegdek en een weg waar toch regelmatig dit soort ongevallen plaatsvinden, omdat de boom aan de zijkant staan. De hulpverleners kunnen geen nadere gegevens verstrekken over de toestand van het slachtoffer. Zondagochtend worden de bewoners van de Reinaldstraat in Velp opgeschrikt door een harde knal. Er staan twee auto's in brand. De brandweer rukt om 3 uur 23 uit en is binnen een paar minuten ter plaatse. Een oplettende buurtbewoner ziet dat er verderop nog een auto in brand staat. Er is ook een auto in brand, ja zo. Daar zijn een auto in brand. Een van de brandweermensen rent de straat uit en kan met eigen ogen zien dat het verhaal klopt. De bluswagen uit Reden wordt opgeroepen. Tot die tijd wordt de brandblusser ingezet. Brandweer uit Reden valt er weinig eer te behalen. Er valt alleen nog wat na te blussen. In totaal brandden die nacht 3 auto's uit. Ooggetuigen vrezen het werk van een pyromaan. De politie stelt een onderzoek in. Vrijdagavond om 11:50 komen er bij de brandweer diverse meldingen van een ontploffing binnen. Er blijkt brand te zijn uitgebroken in een huis aan de Heul in Oostzaan. En het gaat ook nog eens om huis nummer 13. Uit het huis klinkt gegil en daarom is de brandweer er alles aan gelegen om de vlammen zo snel als mogelijk onder controle te krijgen. Intussen bereidt men een binnenaanval voor. Geen buren geëvacueerd te worden. Intussen blijft het onduidelijk of de bewoner nu wel of niet thuis is. Buren vertellen dat er ook een hond in het huis moet zijn. Om
kwart voor elf is bij de meldkamer een melding binnengekomen van een meelbrand. Al vrij snel werd de grote brand gegeven. Er is een woning vrijwel helemaal uitgebrand. Er is nu nog vrij veel rook. De brandweer die is op dit moment binnen bezig met een laatste inspectie voor dit moment om te kijken of ze nog wat aantreffen. Er is een dode hond aangetroffen. Verder is het op dit moment gevaarlijk voor de brandweermensen om daar verder al te veel onderzoek te doen. Er is een kleine hoeveelheid asbest vrijgekomen. Die kwam van het dak van het schuurtje achter het huis. Dat is verder niet gevaarlijk geweest voor de omgeving. Wel voor een aantal brandweermensen die daar dus in de buurt hebben staan blussen. Die hebben voorzorgsmaatregelen moeten nemen. En verder is er geen gevaar geweest. Is er ook bekend of het aangestoken is of wat de oorzaak is van de brand? Nee, het is helemaal niet bekend wat de oorzaak is. De melding kwam dat er een ontploffing was gehoord en dat vervolgens de brand is waargenomen. Van een aanleiding is er verder nog geen sprake. Het technisch onderzoek heeft geen resultaat opgeleverd. Naar aanleiding van buurtonderzoek zijn er twee verdachten aangehouden, waarvan er één weer is vrijgelaten. 15 rechercheurs zijn op de zaak gezet. De 38-jarige bewoner schrikt zich een hoedje als hij de volgende dag thuis komt. De politie vangt hem op. Zondagochtend, even voor 4 uur, knalt een slingerende bedrijfswagen tegen een betonnen geluidswal en slaat over de kop. De twee inzittenden kruipen uit het wrak en worden daarna door politie en ambulancedienst opgevangen. Verwondingen lijken mee te vallen, maar toch nemen de twee ambulanceteams geen enkel risico en gaan ze uit van nek- en rugletsel. Eén conclusie is al wel duidelijk. De bestuurder heeft geen gordel gedragen. Er staat een afdruk van zijn voorhoofd in de autoruit. De slachtoffers worden naar het AMC gebracht. De politie blijft achter om alle sporen in kaart te brengen. De berger stelt vast dat de bedrijfswagen totaal los is. Over de toestand van de slachtoffers ontbreken alle gegevens. Wel bestaat het vermoeden van drank- en drugsgebruik. Tot zo! Zaterdag om 3:15 komt er de melding binnen van een auto te water. Midden in de Noordbeemster op de Schermerhornerweg raakt een 57-jarige bestuurster in de rechterberm. Na een stuurcorrectie schiet ze naar de andere kant van de weg en botst tegen een boom. De auto ligt met zijn kont in het water. Passagier, een 63-jarige man uit Heerhugowaard, zit bekneld. De auto wordt door een lier van een bergingswagen op zijn plek gehouden. Op die manier kan de auto geen onverwachte bewegingen maken en zo meer letsel veroorzaken bij de slachtoffers. Een mobiel medisch team wordt door een helikopter van de ANWB Medical Air Assistance ingevlogen. Voor alle
alle zekerheid is ook een team met duikers van de brandweer actief. Mocht de auto onverhoeds wegglijden, dan kunnen zij direct ingrijpen. De bestuurster wordt via de achterruit bevrijd. Zij zit niet bekneld. Met pneumatisch gereedschap wordt er aan de passagierskant nu zoveel ruimte gemaakt dat de man ook op een wervelplank gelegd kan worden. Van deze aard zijn nooit makkelijk en wij zijn dus bijzonder blij dat we dus op deze manier en die mensen er zo goed uit hebben kunnen halen. Hoe is het voor de rest met de slachtoffers? De slachtoffers gaat het redelijk goed. De vrouw die heeft wat fracturen, de man eigenlijk hetzelfde. Die heeft dus een beenfractuur, zijn schouder en verder gaat het uitstekend met hem. Goed aanspreekbaar. Heeft u vaak van deze klus in deze regio? Nou, ik ben commandant brandbeschermer en in deze regio komt het regelmatig voor. Die lange polderwegen, waar over het algemeen toch te hard wordt gereden, raken de mensen in de kant en ten gevolge daarvan te water. Dus wat adviseert u de mensen hier om in de polderwegen? Nou, duidelijk de juiste snelheid aan te houden. Dat is zeker niet boven de 80 kilometer. En dan zullen deze ongevallen aanmerkelijk minder worden. Wordt met verschillende botbreuken overgebracht naar het Sint-Jans ziekenhuis in Horen. Het traumateam keert weer terug naar het AMC in Amsterdam. Als gevolg van een voorrangsfout vindt er zaterdagavond rond 9 uur een ongeval plaats op de Rubenslaan in Utrecht. Een van de bestuurders zegt dat de stoplichten niet werkten. Een van de auto's lekt benzine en daarom legt de brandweer een schuimdeken aan. In de ruimtewagen zit een gezinnetje met twee kinderen. Zij klappen tegen het verkeerslicht aan. De 41-jarige vrouw klaagt over pijn in haar nek. Haar dochtertje van 1 jaar heeft een wond aan haar hoofd. Kind, een meisje van 3 jaar, wordt door omstanders getroost. Een ambulanceverpleegkundige checkt of het kind niks mankeert. Haar vader heeft last van zijn rug. Ongevallendienst onderzoekt de toedracht. Nou, ik ben ongevalsanalist en ik kom hier kijken naar de toedracht van dit ongeval. Dus kijken waar, wat en wie vandaan gekomen is. Er is te hard gereden en dat soort dingen. Ik heb foto's gemaakt, sporen opgemeten. Ik ga nog morgen technisch onderzoek doen en de voertuigen kijken of remmen en alles in orde zijn. En vervolgens dan ga ik het op papier zetten. Beide auto's zijn totaal los. Omdat er onduidelijkheid bestaat over het feit of de verkeerslichten nu wel of niet hebben gewerkt, wil de politie van het bureau Tolstegen in Utrecht daar graag meer informatie over hebben. Je kunt bellen met 0900 8844. Ik herhaal 0900 8844.
Op zaterdagavond wordt er in de Voorstraat in Lelystad geschoten. Twee Lelystedelingen worden daarbij getroffen. Een man van 20 jaar heeft een oppervlakkige schotwond aan zijn been. En een 19-jarig man wordt 3 keer in arm en been getroffen. Alle twee vluchten ze weg van de plek van het incident. De politie zet de omgeving af omdat ze vermoeden dat de dader een huis in is gevlucht. Onmiddellijk wordt er een arrestatieteam opgeroepen. Tot die tijd bevriest men de situatie. Ambulanceteams ontfermen zich inmiddels over de twee slachtoffers. En dan gaat het team tot actie over. De politie heeft 3 panden op het oog waar de verdachten kunnen zitten. 1 voor 1 worden ze doorzocht. Zonder strubbelingen worden 2 verdachten van 19 en 24 jaar aangehouden. Zij voldoen aan het signalement. Na verhoor wordt duidelijk dat de 2 verdachten niets met de zaak te maken hebben. Ze worden diezelfde avond nog vrijgelaten. Op dit moment werken 6 rechercheurs aan de zaak. Tot volgende week. Ik blijf geloven in een wonder. Een sprankje hoop, niemand kan zonder. Dus geloof me als ik zeg, hulp is onderweg. Ik zal helpen, maak je helpen.